De bedoeling van vandaag is om te komen tot mogelijke nieuwe toekomsten voor Zwolle Zuid. Het gaat best goed in de wijk, hebben wij begrepen. Nou, dat is natuurlijk mooi, maar de toekomst brengt een aantal nieuwe opgaven die je nu nog misschien niet ziet. Maar die proberen we vandaag te formuleren samen met ontwerpers. En daar hebben we zeg maar, de bewoners en de mensen die actief zijn in Zwolle Zuid hard voor nodig. Veel mensen voelen niet de urgentie dat er iets gaande is in Zwolle Zuid. Zwolle Zuid gaat heel erg goed. Krijgt ook een heel erg hoog cijfer in alle onderzoeken die er zijn. Maar als je natuurlijk een toekomstvisie moet bedenken over het jaar 2030, dan weet je eigenlijk nog niet zo goed wat er gaande is. Want de toekomst is onzeker. Niemand had ook gedacht dat Trump president zou worden. En niemand had ook verwacht dat de klimaatverandering harder gaat dan die nu eigenlijk gaat. Dus de toekomst is heel erg onvoorspelbaar. Dus wat we eigenlijk in deze ateliers doen en wat we ook met die mensen, wat we aan die mensen proberen uit te leggen, is ook dat zij een hele belangrijke stem hebben in die toekomst. Dat zij ook onderdeel zijn van die toekomst. En die ontwerpers zorgen ervoor dat zij verder gaan denken dan ze eigenlijk altijd gedacht hebben over de toekomst van Zwolle Zuid. Nou, er zijn opgaven over vergrijzing, hoe ga je om met de veranderende woningvoorraad, klimaat, energie, hoe hou je je huis duurzaam, hoe hou je de wijk duurzaam. En we hopen dat een aantal van deze vragen vanmiddag aan de orde komen. Waarna wij met de ontwerpers samen gaan kijken of daar een aantal opgaven zijn te koppelen. Dus we proberen eigenlijk als een soort satéprikker een aantal opgaven aan elkaar te prikken. En dat geven wij terug aan de gemeente Zwolle. En de gemeente Zwolle gaat dan aan de slag verder met hun omgevingsvisie.